staan bij de onderwijsconferentie 2019. Hierachter is het podium en wordt straks bekendgemaakt wie nou die docent van het jaar is. Wij duiken alvast achter de schermen om een beetje kennis te maken en te kijken hoe zenuwachtig ze nou eigenlijk zijn. Benjamin, ja. Zo zeg ik het goed, hè? Zullen we even lekker gaan zitten? Zeker. Wat zie je er mooi uit? Dankjewel. Dankjewel. Ja. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest vanochtend? Waarmee? Met dit uitzoeken? Nou, ik ben vorige week al begonnen eigenlijk. Oh. Of begin van de week, ja. Wow. Toen hebben we dit allemaal uitgezocht en op maat laten maken. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het... Ik vind het wel een tikje ongemakkelijk, eerlijk gezegd. En wat maakt Robert nou zo'n goede docent? Het is gewoon altijd een goede sfeer, hij is nooit chagrijnig. Maar wat is je geheim? Hoe kun je nou nooit chagrijnig zijn? Ja, toen ben je wel chagrijnig. Maar het is mijn taak in mijn werk om die studenten verder te helpen. Dus als ik daar met een chagrijnige kop sta, dan hebben ze daar ook niets van. Wat ik wel belangrijk vind, dit ook wel gezegd bij het hoorcollege. Weet je, waar het vooral mij vooral om gaat, is dat... Als ik naar mijn kinderen kijk, die vinden de vak het leukst waar ze de docent het leukst van vinden. Dus die persoonlijke band, die doet ertoe. En dat vind ik wel belangrijk om over te geven. Humor is toch een soort smeermiddel ook om elkaar aardig te vinden. En als je aardig vinden, dan doen ze ook dingen voor je. Wat was jullie grappigste moment met Matthijs? Ja, ik weet niet. Hij heeft me wel flink voor paal gezet in de klas. Ik kan erom lachen. Ik vind dat grappig. De hele zaal ligt stuk. Ja, dus als je een goede relatie hebt met een docent, dan moet dat kunnen. Die voordeed ik ook mee aan de provinciale statenverkiezingen. En dat vond ik wel wat heftiger dan dit. Ja. Want dan moet je ook debatteren en voorbereiden voor een radio-interview en dat soort dingen. Dat vond ik echt veel spannender dan dit. Het voelt lekker soepeltjes. Ja. Ja, het voelt heerlijk eigenlijk. Ja, wij staan nu achter de schermen. Het podium is al deels verlicht. En de genomineerden staan al klaar in de rij. Zachtjes praten, want anders horen mensen ons in de zaal. Dus laten we even kijken hoe zenuwachtig ze al zijn. Let's go. Op een schaal van 1 tot 10, hoe zenuwachtig ben je nu? Nou, ik voel wel een beetje spanning, maar dat heb ik ook. Dat heb ik ook als ik ga lesgeven. Weet je, gezonde vloerspanning, zeg maar. Ja, altijd wel, ja. De docent van het jaar 2019 is.